Op 10 oktober kwam de kruim van het GO samen in het ICC in Gent voor een onderwijstop over waarde en participatie in het onderwijs. Raymonda Verdijk kadert waarom dit een belangrijke dag is voor de 1010 directeurs, beleidsmedewerkers en leden van de raden van bestuur die aanwezig waren. We hebben veel mensen bij elkaar gebracht. We wilden tonen dat we met veel zijn en dat er dus een gigantische verbondenheid in dat net is vanuit dat pedagogisch project en al de waarden die daaraan verbonden zijn. We hebben ook willen tonen dat we betrokken zijn, dat we inderdaad aangesproken zijn door die dingen die we in ons net willen realiseren. Goed onderwijs voor elk kind. En tenslotte hebben we ook willen aantonen dat we geëngageerd zijn. Dat we datgene wat we zeggen, dat we dat ook effectief doen en dat we proberen dat elke dag waar te maken. We zijn met velen. We moeten het met z'n velen zeggen. Hoe belangrijk die pioniersrol is en blijft, zeker in de debatten die we vandaag in het onderwijs horen. Hoe belangrijk onze rol daarin is om aan te tonen dat wij met dat GO een verschil maken. Dit onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, het GO, moet er dan ook in slagen om werkelijk een parel te worden van onderwijsvisie, onderwijsbeleid en ook daadkracht in het onderwijs. We moeten veel meer aandacht bieden in ons onderwijssysteem over waar liggen de passies, de talenten, de competenties van jongeren en minder op wat dat men minder goed kan. Wij moeten proberen die mensen duidelijk te maken dat ze fouten moeten maken. Dat je muziek kunt leren door gewoon te beginnen spelen. Uiteindelijk loop ik rond in die supermarkt en ik doe inkopen. Soms op een wel overwogen manier. Dat zijn op financiële basis, dat is die econoom terug die mij het moet uitleggen, want ik probeer rationeel te beraadslagen. Het zij op politiek-ideologische grond. Dus nu moet er al een politicoloog bij komen die mij dat kan uitleggen. In de namiddag werden de deelnemers opgedeeld in groepjes voor verschillende interactieve workshops omtrent waardevol en waardenvol onderwijs. In het World Café werd er gekeken hoe het waardeboekje nu al toepassing vindt in de praktijk en werd er samen ook nagedacht over mogelijke toekomstige invullingen. Even verderop getuigden 9 directeurs en 1 leerling hoe zij het respect voor waarden nu al geïntegreerd hebben in hun school. Tijdens de discussiesessies over belangrijke onderwijsthema's werd aan de deelnemers gevraagd om de kant te kiezen van de spreker die het dichtst bij hun eigen mening aanleunt. Op het einde was iedereen het erover eens dat dit een bijzonder geslaagde dag was. Ik vond het een verrijking deze dag. Ja. Ik ben echt tevreden dat ik dat heb mogen meemaken. Ik vond het vandaag een beetje een vreugdevolle dag, een spetterende dag. Zoiets waar je een energieboost van krijgt.